Vertel. Heb je dat bordje gezien daar? Ja. Er staat op de Trondshemstje Hemske Postvee. En dat was vroeger, voordat hier de weg lag, was dat de enige route door deze vallei. En ik las op internet dat 's ochtends de postbodes bij de ferry verderop werden afgezet. En die dan op één dag hier alle boeren aandeden voor de post. En dat was via die route en die kun je tegenwoordig als wandelroute lopen. Nice. Best wel een leuke baan, denk ik. Andere tijden. Andere tijden. We hebben gisteren een hele dag weer door de fjorden, of ja, door de bergen ook wel deels gefietst. En we vinden het best wel lastig om daar dan een kampeerplek te vinden in het wild. Omdat het vaak of heel erg steil is, of heel veel land is in het bezit van boeren, dus je kan daar niet zomaar staan. En we vinden het nog een beetje eng om bij iedereen aan te kloppen en te vragen of ze een plekje weten. Maar gisteren is het ons gelukt. We hebben eerst bij een vrouw belde op een gegeven moment aan om te vragen of zij iets wist waar we onze tent op konden zetten. En toen later verwees zij ons weer door naar een boer die tegenover hun woont. En ze zei van nou, als je daar aanbelt dan moet het wel goed komen. Hij heeft vast wel een plekje op zijn land voor jullie. Dus toen belden we aan bij die boer. En het eerste wat hij zei was, do you like swimming? En toen bleek dat hij dus achter in zijn land nog een echt een mooie kampeerplek heeft naast een waterval. Dus daar hebben we ons gewassen en de hele avond eigenlijk naast die waterval gezeten. En het leert ons ook wel om toch wat meer naar buiten te treden, want het levert wel dat soort mooie kampeerplekken op. En morgen is het weer tijd voor onze rustdag. En die hebben we dit keer gefixt bij een warm showers adres. Het is de eerste keer dat we daar dan een hele dag verblijven, dus twee nachten. Om gewoon eventjes niks te doen en alles bij te werken. En ook heel veel zin om weer mensen te ontmoeten die dan dus hier wonen. En it's been a while, maar ik heb er wel weer zin in. Ga je nog zalm vangen met je handen? Nou, misschien. We wake,
birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Het is een beetje wiebelig. Het is echt zo'n mooie plek waar we nu zijn. We zijn bij een warm showers hostess, Mark heet die. En hij heeft eigenlijk, hoeveel landen heeft hij gezien? Echt een stuk of 6, 7 waar hij gewoond heeft. En het is echt een hele inspirerende man. We slapen in zijn caravan op zijn erf. En Mark is vandaag gewoon aan het werk. En wij hebben eigenlijk het huis voor ons alleen. Dus dat is echt iets wat je in Nederland misschien niet zo vaak zou meemaken, denk ik. We zijn toch wat op onszelf gericht en alles moet op slot. Matthijs ging gisteren de auto ophalen in het dorp, want zijn zoontje was die avond ervoor gaan drinken met vrienden, dus die kon niet meer terugrijden. Dus we moesten vandaag de auto even ophalen. En toen troffen ze de auto eigenlijk gewoon midden in het centrum aan met de sleutel in het dashboardkastje en de auto niet op slot. Die was gewoon open. Dus dat zou je in Nederland niet doen. Het idee dat iemand zo vrijgevig is en dat je alles in zijn huis mag gebruiken, vind ik toch wel echt heel mooi. En ik denk dat we daar in Nederland zeker iets van kunnen leren. En nu zitten we hier in zijn boot lekker te genieten van deze mooie plek en het mooie weer. Dat is ook wel even lekker na die regenachtige periode. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Ik heb denk ik nog nooit zoveel wilde aardbeien in mijn leven gezien. Heel nice. Maar ik las ook in dat wildplukboekje dat wilde aardbeien eigenlijk alleen op hele kleine schaal voorkomen. En dat je dus heel veel moet laten hangen, ook voor de dieren en de insecten. Maar op deze schaal, ik heb echt nog nooit zoveel aardbeien bij elkaar gezien. Ik wist echt niet dat die zoveel in één berm zouden voorkomen. En ze zijn super lekker. Veel zoeter dan de aardbeien uit de supermarkt. Hier raas je toch met een auto of met een camper gewoon voorbij. Terwijl op de fiets kun je alles zien. Okay. We zitten in een hut op de camping om te schuilen voor de regen. We hebben vanmorgen uitgeslapen, de wilde aardbeien in onze yoghurt gedaan die we gisteren hadden geplukt. Gelezen, koffie gedronken. Toch maar een beetje de situatie nemen zoals die is. En genieten van zo'n plek in een hutje, denk ik. Het helpt ook wel. Even gedwongen stilstaan en wat rustiger aandoen. En dat is natuurlijk ook een groot onderdeel van onze reisdoelen. Dus. Na ons bezoek aan onze warm showers host Mark zijn we doorgefietst. Want hij had een stukje ergens in een vallei in gedachten om daar doorheen te fietsen. En Mark kende het eigenlijk niet, dus we hebben het gegokt en we zijn er naartoe gefietst. Het was inderdaad een hele mooie route. Maar de helling er naartoe was echt ontzettend steil. Ik denk dat we nog niet eerder zo'n steil stuk hebben gehad. Wat betekende dat we met één voor één de fietsen
echt omhoog moesten duwen. Omdat je kon gewoon niet in je eentje die fiets omhoog tillen. Onze fietsen wegen ongeveer 25 tot 30 kilo per stuk, denk ik. En op zo'n helling met losse gravel was gewoon echt niet te doen. Dus we hebben 2 uur over 2 kilometer gedaan. In de regen ook nog eens. Dat was best een pittig stuk. Maar eenmaal boven hadden we eigenlijk een hele mooie kampeerplaats gevonden. Aan een meertje, ergens naast een berg. Uitzicht op een waterval. En ja, dat was wel een hele mooie kampeerplek. En de ochtend daarna konden we ook mooi doorfietsen door de vallei. En dat was ook echt een heel mooi stuk, hè. Die vallei stond helemaal in bloei. Overal echt gigantische watervallen omdat het zoveel had geregend. En weinig campers. Dus dat was ook het was een rustige weg. Ja, was een mooi voordeel. Het was gewoon een heel mooi stuk. En de dag daarna kwam er heel veel regen. Het verandert ook steeds. Je kan niet echt goed plannen wat voor weer het gaat worden door alle fjorden natuurlijk. En je zit ook aan zee deels. Het is lastig inschatten wat ons te wachten staat. Dus toen zijn we doorgefietst en toen werden we overvallen door slechte weer. Waardoor we nu dus weer in een betaalde hut zitten. En dat vinden we toch wel een beetje lastig soms. Dat het toch niet helemaal lukt zoals we hadden gehoopt. Op sommige momenten. Als het regent is het gewoon heel zwaar en dat houdt ons best wel op. En we gewoon niet zoveel in de natuur kunnen kamperen als dat we hadden gehoopt. En dat vinden we soms best wel lastig. Het voelt toch een beetje alsof je faalt. Alsof het niet lukt. Hoezo kunnen anderen het wel? En je ziet al die avonturen voorbij komen op social media onder andere. Wij genieten er ook wel van. Ik had laatst ook een moment dat ik het echt heel fijn vond om door de regen te fietsen. Want het heeft ook echt wel mooie kanten. Maar als je dan zo'n dag hebt, fietsen is gewoon niet echt een optie voor ons nu. Waardoor het toch een beetje voelt alsof je faalt. Want anderen kunnen het wel en jij kan het niet. Of tenminste, zo lijkt het. Anderen zullen ook vast dit soort dagen hebben. En ook soms meer geld uitgeven dan je hoopt. Maar zo voelt het niet, omdat je die kant gewoon niet zo vaak ziet online. En dat we zitten hier toch een beetje met een dubbel gevoel. Plus het feit dat we nog de Koenslede willen lopen in september. Ja. En dat het daar ook hoogstwaarschijnlijk wel eens slecht weer is. En ja, dan zou je er ook doorheen moeten op de Koenslede. Daar zitten we ook een beetje mee, hè? Dat nog eraan zit te komen. En hoe gaan we daar dan mee om? Het ene moment denk ik, kijk wel echt graag die uitdagingen aangaan en echt afzien in je tent, in de regen, in de kou. Want achteraf heb je daar gewoon heel veel plezier van en ben je er echt heel trots op. En het is echt een overwinning. Maar aan de andere kant kies je dan toch weer op zo'n dag voor zo'n hut. Omdat het zo ontzettend hard regent de hele dag lang. Wat eigenlijk dus niet meer dan normaal is dat je dan beschutting zoekt. Maar toch, omdat we die wandeling nog willen doen in Zweden en daar ook heel slecht weer kunnen krijgen, heb je ook zoiets van, maar misschien er komt een moment dat we wel door dat slechte weer heen moeten. En dat je niet kan douchen, niet kan opdrogen. Anderhalve week hebben we echt zomer gehad. 25 graden en zon. En de rest was gewoon regen en kou. Was wel een beetje waar ik bang voor was toen we naar Noorwegen gingen. Maar je hoopt toch dat het wel meevalt. En als we dan van anderen horen dat het uitzonderlijk is, dan geloof ik ook echt wel dat Noorwegen mooie zomers heeft. Maar wij hebben gewoon een beetje pech, denk ik. Het is elke keer weer een stapje verder. Weer meer regen, weer meer kou. Ja. En weer wachten tot het beter wordt. Ik vind het moeilijk. Het blijft gewoon heel dubbel. Wanneer ga je wel een grens opzoeken en wanneer doe je dat niet? Blijft lastig, die afweging. Hoe ver ga je? Ja, aan de andere kant slapen we ook steeds meer in slechtere omstandigheden. Daardoor, want je kan niet altijd op die camping terugvallen. Het gaat wel geleidelijk aan. Soms gaat het ook niet snel genoeg of zo voor ons. Ik weet het niet. Ja. We zijn verder wel echt super gemotiveerd om het weer op te pakken en door te gaan. En allerlei avonturen aan te gaan. En meer te leren over het land, over het buitenleven, de natuur, dit soort weersomstandigheden, de bergen, alles. Ik wil alles weten, alles doen. Maar soms zitten dit soort dagen ertussen en dan krijg je een klap terug.
En dan denk je, ja shit, hoe goed zijn we eigenlijk?